Waarom ben je weer bij? Je kan echt niet schieten, man. Je bent echt lelijk met schieten. Yo, kijkers van Steengoed, Koen hier. En welkom terug hier bij weer een nieuwe aflevering van Rust. Wat zei je? Nee, sorry. Oet lol dat je er bent. Mooi. Ja, ik... Hi. Hi, oh. Iedereen. Oh ja. Ja, Maarten is er ook bij. Hallo, hey. Maarten. Hey. Jump in de lucht. Man. Jij hebt nog genoeg hout, zei je toch? Of stones? Om zo'n stonehenge te maken. Ja, moet je er ook eentje? Ja, nee, ik heb er al eentje. Oh ja. Dan misschien heb je er ook eentje nodig. Want wij zijn weer eens naar een andere server gegaan. Omdat, we zitten eerst op zo'n modded server. En dat was natuurlijk helemaal niks. Ik bedoel, je kon ook een M4 vinden. Dat was een beetje ons hoofddoel. Want Maarten zonder M4, dan moet hij huilen helaas. Toch, Maarten? Ja. Ja, wij ook allemaal. Dus wij konden geen M4 vinden en geen Bolt Action Rifle en al die dingen waren er gewoon blijkbaar niet op die server. Dus we dachten van, laten we maar gewoon lekker weer naar zo'n vanilla server gaan. En daar zijn we nu ook, hè? Een vanilla server, ja klopt. Maar anders dat was gewoon echt... Ja, dat was gewoon kut. Pure stront inderdaad. Maar wij zijn weer op onze oude plek beland, waar we normaal eigenlijk ook waren. Want dit was eigenlijk de eerste plek waar we ons huisje gingen bouwen. Toen jij en Bram... Naar rechts. Oh, hier was het. Oh ja, hier, goeie. Kijk, ging je toen hier in en had je hier dan de deur en zo. Dat was wel tof, maar dat is al heel lang geleden, want die server was toen failliet gegaan of zo. Je was vergeten te betalen, denk ik. Ja, dat zou me niks verbazen. Nee, apart hè. Man. Even kijken, maar bij die hangar zit dus die Peter Pan gozer. Ja, fucking irritant. Ja, helemaal gek van die man. Dus, om die maar... Maar misschien kunnen we toch wel even langs de hangar gaan kijken of er nog wel iets is. Ja, maar straks zit die kut Peter Pan er weer. Ja, die Peter Pan zit daar toch wel, denk ik. Ja, of we gaan gewoon naar... Ja, als we iets zien, dan gaan we meteen maar terug, denk ik. Of niet? Hij heeft een M4. Ja, en een shotgun volgens mij, want die heeft me ook al een paar keer gekild. Wow, die discussie in de chat, joh. Man. Ze willen niet geloven dat ik 25 ben. Nee? Nee. Nee, ik ben ook niet oud. Ik ben nog jong en lenig. Loop ik iedereen kapot te schelden, hè? Ja, we zijn op dit moment met vijfjarige kindjes aan het chatten. Want die snappen ook helemaal niks van het spel. En die gaan iedereen neerknallen die ze zien. Dat zou ik... Oh, kut, een wolf. Mag gewoon naar binnen gaan. Hè? Huh? Ja, dat heb ik ook gedaan. We have to catch that motherfucker. Kan je even helpen? Ja, tuurlijk. Ik heb... Wow! Peter Pan! Peter Pan! Peter Pan! Geen goed idee. Ik span weer bij de hangar, what the hell? Ik span bij... Ja, er is nou helemaal niks meer van het spel dit. Nou, anders gaan we maar... ik weet niet waar die gasten huisje heeft. Maar anders kunnen we gewoon naar de plek waar we eerst zaten. Of waar we die op die modded server zaten. Dat was wel een goede plek tegenover dat Radiation Town gebeuren. Ja. Kunnen ook wel zitten, dat is ook een goede. Zij ze vannacht... Oh man, wat geweldig dit. Maar ik kan die gasten ook helemaal niet tegen, daarom schiet hij ons de hele tijd kapot ook. Oh, ja. En ik hoor weer schoten. Ja. Petertje homo. Petertje klootviool. Klote pannenkoek. Dikke pannenkoek bij sloop. Ik ben bij ergens bij rechts. Nee! Hij is er weer! Peterpan! Peterpan! Nee! Godverdomme! Ga weg, kut Peterpan. En ik span weer bij de hangar. Echt, hoezo span je steeds daar? Ik ben drie keer ben ik gespand helemaal in Hackers Valley. Echt dat je tering lang moest lopen. Dan had je ook geen wolven en zo, weet je. Dus dat kan je ook niet zelf voorplegen. Dus dat... Ja. Oh, dat moet ook wel een beetje apart zelf voorplegen, maar... Het is in een game, hè jongens. Hey. Even kijken. Ja, want bij die plek waar we eerst altijd zaten, had je al die rode wolven daar weer. Oh ja, klopt. Dat is ook wel een sucks. Maar ik had in het vorige server had ik een plekje, zo'n huisje gemaakt. Nee! Meen je niet! Peter Pan! Homo! Ga weg, man!
Waarom ben je weer bij? Je kan echt niet schieten, man. Je bent echt lelijk met schieten. Hij is een fucking lelijke schieter. Homo's. Kijk, hij kan hier schieten, man. Oh, god. Dat, ik hoorde nog dingen zeggen. Heeft Peetpan je vermoord? Ja, ja, ik heb weer een beer. Heel fijn. Andere server. Echt, hè? Oh, man. We gaan gewoon ergens zitten waar hij ons niet kan vinden dan. Gewoon in een boomhut of zo. Een boomhut? Heb je dat in die nieuwe versie niet, een boomhut? Dat zou ook wel grappig zijn, eigenlijk. Kijk, ja, ik had toen wel een plek, had ik langs dat water gemaakt. En nu moest je wel even een stukje naar beneden lopen, maar dan zat je wel echt fucking goed beschermd. Dus dat is wel... Je hebt een geheime plek gemaakt, hè? Ja. Ja, ik heb nooit gevonden. Nee. Ja, dat liet ik ook niet zien op beeld. Zo geheim. Maar nee, zelf in de server ook niet. Nee? Ja, misschien niet naar gekeken of zo. Ah, ik was toen dood. Ja, maar ik dacht dat een van onze kijkers was, want die wisten precies waar we zaten. Dus die hebben ze gewoon de server van ons opgezocht en dan... Dat van, ha, daar zit hem, Maarten en Koen. Die gaan we even keihard killen. Dit kan niet. Wat, Petertje? Oh, hi Sand. Ik heb niks bij me, dus ik hoef niet te schieten. Ik dacht, dat is die gas weer, maar het is gewoon standtalk. Gas, standtalk. Dank u. Toppie. Hij is friendly. Ja, gun. Ja, graag man. Heb je een gun? Heb je een gun? Hij heeft een pijl en boog. Ja, geef ze hem. Pak ze pijlen, kill hem en pak ze pijlenboog. Ja, maar ik heb alleen een rok, joh. Nou en? Heb je misschien wat, misschien ook een soort van pijlenboog voor mij? Nee, als je nog hebt, zo'n pijlenboog voor mij. Hallo. Ja, graag, dankjewel. Ja, ga er eentje voor me maken. Dan ben ik wel rok, hè. Oké, als je dat hebt, kill hem. Ah, ik vind het wel zielig, eigenlijk. Hij beschuldigt mij vals. Hij zegt dat ik iedereen in de chat loop verrot te schelden. Nou, Marco, heb je niet verrot gescholden, standtalk? Nee. Nou, ik weet niet wat we kunnen doen. Of ik kan hem gewoon... Ja, lok hem maar naar mij toe. Ja, ken jij hem dan? Want dat vind ik zo zielig omdat ik het zal doen. Ja, ik ken hem wel dan. Kut, nee, dat heb ik gezegd. Fuck. Oeps. Ja, nee, echt? Grapje, ik was met mijn vriend aan praten, grapje. Ik had mijn V ingedrukt. Waarom had ik ook V ingedrukt? Fucking onmogelijk ben. Wat heb je allemaal gezegd? Nee, niks. Ik zei, oké, dan gaan we naar jou toe. Volgens mij het enige wat ik heb gezegd. Ah, Stonehenge shit. Oh, ik heb niet genoeg stones. Nu wel. Ha. Le make een Stonehenge shit, hoor. Dus gaan we even een mooie Stonehenge shit maken, ja. Kijk, bandages. Ik zou me niet skillen als ik jou was. Nee, ben ik al niet helemaal niet van plan. Psych. Nee, ik meen het. Vraag eens waar dan. Waar dan is. Hoezo zou ik je killen dan? Ik heb alleen een pijnenboog. Zie ik je alsnog in je anus. En wat zou er gebeuren als hij wordt vermoord dan? Als hij wordt vermoord? Ja, vraag dat eens. Wat zou er gebeuren als hij wordt vermoord? Oh, als jij wordt vermoord bedoel je? Nee, als hij wordt vermoord, die standhoudt, wat zou er gebeuren? Ja, nou, dan zou hij alsnog denk ik gewoon, ja... Wat zou hij doen? Wat zou hij niet doen? Laat het daarop houden, hey. Even kijken hoor, doen we die torch even hier. Kom maar hier. Oh, ik zie weer helemaal niks. Ja, waar loop je? Ik zie het echt niet, man. Ah, ik, nice. Ik ga even... Ja, ik had C4. Dan had je hem om moeten blazen. Ja, ik had geen explosive charge. Oeh, sleeping bag. Oh, je hebt 15 klot nodig voor een sleeping bag. Klotten. Maar ik weet niet of die Peter Pan ons een beetje zit... Hij kilt gewoon iedereen. Nee, want ik zat best wel goed verborgen. En toen killde mij eens nog. Dus het vond het een beetje apart. Ja, ook okay, toen ik een neken had over zijn moeder. Toen stond hij ook een neken achter mij. Ja, precies, dat bedoel ik. Petra. Volgens mij is dat gewoon de admin of zo. Kan hij gewoon tp'en, shit. Het zou wel een leuk admin zijn, hoor. Jeetje.
Wat hout verzamelen. Ja, maar hout verzamelen. Ja, ik had ook nog radiation pill, maar die is dan ook weer weg. Ja, ik had er ook 12, maar het werd gekild. Ja, kijk, ik heb hier een small radiation tank. Ah, een beer. Hé, hey, een beer. Oh, je hebt ook een beer. Ja. Kloten. Kloten dan. Ja, ik ga gewoon heel wat hout meenemen. Maar is ik echt in zo'n resource valley niet of zo? Ik heb alweer honger. Ja, ik ben gewoon verdwaald. Ik kijk altijd naar Mount Everest waar ik zit. Dat is wel goed om te houden. Ja, ik heb Mount Everest ver achter mij. Ja? Oh, dat is wel beter. Loop ik weer op Resource Valley, hè? Ik loop gewoon in rondjes. Ja, ik ook. Ik word ook helemaal gek van. Daarom laat ik me meestal killen als ik echt niet... Als ik echt niet... Oh. Als ik echt niet kan vinden. Je hackt fucking har. Wat is dat een nieuw woord of zo? Har? Hark. Hark. Oh, ik zit hier bij Small Red, joh. Ja, ik... Ik spring straks weer van... Je nakt al mijn shit. Ew. Ik weet... Hè? Ik snap het echt niet, want... Je gaat in een gleuf stilzitten. Shit en gleuf, dat die twee... Die bekijk je vanuit de bergen. Ja, ja, dit is wat she said. Ja, ik denk dat ze maar naar dezelfde plek dan weer terug gaan. Oh, iemand gewoon geweest. Maar daar weet in ieder geval waar we naartoe gaan. Oké, okay, jongens, nu ik weer lekker terug ben aan het lopen naar ons geweldige sticky. Want Maarten is volgens mij weer dood of niet? Ja, ik ben... Ben je weer Oh, je bent injured geraakt. Nee, ik ging gewoon zwemmen en toen ging ik dood. Okay. Nou, ik hoop dat volgende aflevering wat meer geluk hebben op dat Peter Pan er dan niet is. Ik zou zeggen, voor nu, hartelijk dank voor het kijken naar deze nieuwe rustvideo. Vond je deze video leuk? Beloon dat zeker met een blauw duimpje omhoog. En dan bedank ik Maarten nog. Maarten, ik haal jullie de hele tijd door elkaar. Moet je niet doen. Het is niet zo moeilijk. Maarten. Ja, nou, ik bedank Maarten voor het meedoen van deze video. Dat is ook leuk. Heel gezellig. Graag gedaan. Toppie. Dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later. Houdoe. Houdoe.